Dag lieve vrienden, hoe is het met jullie? Met mij gaat het slecht. Ja, dat durf ik gewoon te zeggen. Vanmorgen wakker geworden met knallende, beukende koppijn. En dat is eigenlijk al een paar dagen zo. Of liever zeg misschien wel een week. En ik denk dat dat komt door het weer. Want het is koud, het is vies, het is nat. En het is herfstig. En mijn hoofd zegt, is niet goed Jan. Dus ik... Ik zit de hele dag aan een paracetamol. Ik denk, ik vertel het jullie toch even. Dat jullie niet gaan mailen van, wat is er met je aan de hand, Jantje? Nou, mooi. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we eens kijken. Nou, dit doet dus al heel erg pijn achter mijn oog. Ah, god, een paracetamol is ook nog op en... Wat een zwaar leven. Nou ja. Ah, kijk eens eventjes. Nieuw staat erop. Dus dan is het leuk. Repies. Dit zijn repies. Nakt. Nakt. Fruit and nut bar. Dus van die vruchten, noten, repies. Ja, voor mensen die... die van gezonde repies houden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind gezonde repies meestal lekker. Ik hou namelijk niet van ongezonde repies. Ik vind namelijk dat gewoon niet zo fijn. Omdat ze er van die smerige melkchocolade omheen pleuren. Maar dit is nakt. Nekt. Nekt. Is dat nou... Is dat streepje op de A dan... Moet dat dan... Of is het naked? Staat het voor naked? Voor naakt? Naakte repies? Ingewikkeld. Afijn. Dit is nakt. Banoffee pie. Is dat dan de combinatie van banana en toffee? Dat mag toch niet open? Dus even kijken. Nou, allemaal hartstikke glutenvrij gedoe allemaal. En wat zit er dan in? Amandelen, cashewnoten, banaan. Ja. En rozijnen. Maar wat... Wat is dan die... Dadels? Maar wat? Ik snap het niet. Ja, dan hebben we hier de almond macaron. Almond is amandel, dat weet ik toevallig. En macaron. Weet ik niet. Macaron? Macaron is dat. Dat is toch zo'n koekje met die twee van die schijfjes en dan zo'n dingetje ertussen? Dus een macaron. En hoe je dat dan in een reepje wil proppen. Ik weet wat een hip gedoe zeg. Hotkenoten, zeg maar wat erin staat. Dadels, amandelen, rozijnen, cashewnoten. Nou, er zit daar ook in, alleen geen banaan. Dit is de carrot cake. Dat is dus worteltjestaart. Ook allemaal hartstikke leuk. En hier zitten ook dadels, noten, rozijnen. Allemaal. Overal zit hetzelfde in. Ja, hier zit dan 3% wortel in. Nou ja, zeg. Allemaal leuk en aardig. Het is natuurlijk een hippere pipspul. Het is natuurlijk allemaal weer heel erg gezond, glutenvrij. En allemaal geen dingen toegevoegd. En wheat, dairy en gluten-free. Geen suiker erbij gemieterd. Alleen maar 100% ingrediënten. Hartstikke leuk. Het zal me wel. We gaan gewoon proeven. En dan kijken we wel hoe ver we komen. Ik begin wel bij de gewone. Je hebt zo'n pijn in je kop. En dan komen ze met zulke moeilijke troepen onder je doosje vandaan. Dat hippe spul. Godverdikke. Nou, eens even kijken. Ja. Zo ziet het eruit. Het ziet er eigenlijk uit als een soort van in een vormtje geperste hondendrol. Maar dat zegt niks, want misschien smaakt het wel lekker. Nou, het is inderdaad helemaal vol met vruchten en noten. Het is zacht. Geen chocola, hè? Het is gewoon de kleur van het spul. Wat een macaron is, mag God weten. Je proeft inderdaad dadels. Rozijnen en wat noten. Ja, best lekker. Totaal niet vies. En je proeft ook dat het gezond is. En als er niks is bijgevoegd, kan je zeggen dat het wel lekker smaakt hoor. Heerlijk eigenlijk. Ik denk zelfs dat als je een hongerklopje hebt en je denkt, godverju, ik moet wat eten, dat je meer aan zo'n reepje hebt dan aan een weet ik veel, hamburgertje of zo. Want hier zit zoveel fruit en noten, en vooral noten
Het voelt heel snel. Ja, dat is gewoon prima. Nou, wou ik het zo af te zeiken om te beginnen. Ja, dan komt er dat hippe gedoe. Maar ja, dat is gewoon prima. Gaan we naar de carrot cake, worteltjestaart. Heb ik daar wat op tegen? Ook daar is het antwoord nee op. Ik hou van worteltjestaart. Worteltjestaart is heerlijk. Jezus, wat zit er een strak voor. Kijk, die ziet er ook uit. Als een geperste hondenrol, maar dan wel een hondenrol van een hond die van worteltjes houdt. Het ruikt er een worteltjes. Nou, dus eigenlijk precies dezelfde structuur als die ene. En hier zit dus naast dadels en die noten en rozijnen ook wortel in die proefje. Gewoon goed. De grote grap is, worteltjestaart, dan beginnen meestal producenten het gevoel te hebben van ja, we moeten de wortels erin mikkeren. Maar weet je wat we ook moeten doen? We moeten ook het taartgevoel erbij doen. Laten we dan maar een handje gebakken koek erin mieten. Pardon, maar wortelallergie. En dat is hier dus niet gebeurd. Hier zitten gewoon de wortels in. En een klein beetje kaneel. En ik zeg vertellen. Het ziet er smerig uit. Dat geef ik eerlijk toe. Het smaakt heerlijk. En hij smaakt ook gewoon naar lekkere worteltjestaart. Gewoon een goed reepje. Ik weet niet wat ik meemaak. 2 uit 3 al helemaal toppie. Dan mag ik toch leiden dat die bananennaktreep niet te nak is. Hetzelfde laken en pak. Alleen hier zitten dan stukjes geel in. En dat zal me niks verbazen als dat banaan is. Maar dat is het dus niet. Dat is dus een nootje. Hier zit er wat grovere noot in. En dit reepje is dus banana pie pie. God nog weet waarom. Maar er zit gewoon banaan in. En 10%. En ondanks dat ik vaak vind dat banaan, als het verwerkt zit in een product, een beetje misselijkmakende, een beetje kotsopwekkende en smaak achterlaat, doet dat het dus hier ook niet. Ook lekker. Als jij denkt, ik ga Jans reviews kijken omdat hij alles afzeikt, heb je vandaag een off day, zoals ik ook een off day heb. Moe, verdrietig, hoofdpijn en een wortelallergie. Maar het is gewoon goed. Het is gewoon een goed product. Het is gewoon lekker. Waar wordt het gemaakt dan? Ja, in Engeland wordt het gemaakt. Buckinghamshire. Prima product. Kun je gewoon aan je kinderen meegeven. Naar school. Je kan ze zelf opeten als je een fout hebt. Ik heb er gewoon niets over te zaniken. De een is nog lekkerder dan de ander. Maar ze zijn allemaal goed. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden goed. Ja, ik kan er niks over zeggen. Ik vond de Element Macaron. Ja, ik weet nog steeds niet wat de Macaron doet. Maar de Element wel. Dat is gewoon een prima rating. Ja, niks mis mee. Nootjes, fruit. Nou ja, dadels. Een beetje dat soort werk. Ja, rozijntjes. Het maakt gewoon lekker. Het is gewoon lekker. Het is gewoon in elkaar geperste fruit en noten. Het is gewoon goed. Deze krijgt gewoon een 7. Niks mis mee. De banaan is ook gewoon lekker. Je proeft gewoon het banaantje. Maar niet smerig. Niet te veel zoet. Er zitten lekkere grote nootjes in deze. In de banana pie pie. God nog weten wat het precies is. Maar het doet er niet zo heel veel toe. Ook deze is gewoon te doen. Ik denk als je bijvoorbeeld gaat sporten. Veel sporters die willen af en toe een banaantje. Maar eventjes die energielevel op te pepen. Kun je dit gewoon meenemen in je zakje hoor. En dan even tijdens het fietsje. Gaat wel weer lekker. Ondanks die pijn aan mijn noten. Want god de god. Ik heb een tijd gewielrend. En dat was nog voordat ik zeg maar ietsje groter werd. En dan kwam ik thuis met van die dove noten. Verschrikkelijk gevoel. Aan de andere kant ook wel ergens lekker. En de banana pie pie. Die krijgt van mij ook een 7. En een 8 is er voor de carrot cake nakt. Of nakt. Of naked. Of weet ik veel wat. Carrot cake reepie. Want die is gewoon echt heel erg lekker. Die smaakt goed. En is vrij fijn. En is gezellig. En zo lekker dat je hem ook bij een kopje thee zou kunnen nemen. Allemaal grote cijfers. Allemaal goede cijfers. Het is niet anders. Ik hoop dat ik volgende keer weer wat te zeiken heb. Nou ja, ik heb ook wel genoeg gezeken over mijn hoofdpijn. Godzame kraken.